Dit weekend zal blijken wie er als finalisten uit de strijd komen. Ik ben benieuwd. Ik ook, spannend. Vorige keer hebben we de kandidaten in de studio gezien. In de prachtige kleding van Sepper Magsoudi, de fashion coach. Bij de selectie vielen er 2 kandidaten af. En nu is de vraag, wie zullen het strijdtoneel in deze aflevering verlaten? De spanning loopt op. Welkom bij Miss en Mister Sport en Fashion. I'm just like DeRozan. Don't get too many likes. A curly headed cutie, I could turn. Take the thought of me with someone new, honey. Yeah, you just want. Na al die foto's gaan we het over een andere boeg gooien. Een lingerie en underwear catwalk training door coach Sepper. De dames en heren hebben er zin in. Op de vroege, vredige zondagochtend gaat er iets gebeuren dat voor de kandidaten een ruw ontwaken zou betekenen. Nou goed, heren, het was een enerverend weekend, kan ik wel zeggen. Zeker. Maar ja, dan moeten toch een paar mensen echt voorgoed naar huis. Wie staat bij jullie eventjes in de top 3? Het stond voor mij Hank, Evelien en Melissa. Yes. Ik denk dat jullie nog wel eventjes kort moeten overleggen, zodat jullie allebei 100% zeker weten wie we naar huis moeten sturen. Dan horen we het graag zo meteen. Dan halen we de kandidaten erbij en dan is het dag des oordeels. De juryleden en presentatoren voegen zich bij de kandidaten. Ik wil graag naar voren Hong, Evelien en Nikita. Dames, jullie zijn door. Dan wil ik meteen naar voren hebben. Gino, Emiel en Kaan. Ik moet vertellen dat het hier ophoudt voor jou, Gino. Stap naar voren, Maxime, Melissa, Birgit en Valeria. Dames, 1 van jullie is niet door. Degene die niet door is, is Valeria. Oh my god, babe. Nou ja, jongens, dit was weer de halve finale van Miss en Mister Sport & Fashion.